De Watman is het verhaal over hoe één gebeurtenis een krater kan slaan in iemands bestaan. Het is meteen ook een indrukwekkende monoloog van Vic de Wachter. Veel mensen zullen niet weten van de Watman, niet zeker de jonge mensen weten dat niet meer. De Watman was de trambestuurder vroeger en een tram rijdt elektrisch. Dus hoe meer wattage dat krijgt, hoe meer kracht dat een tram ontwikkelt, dus hoe sneller dat hem rijdt. Dus de Watman die stond ergens van voor in een soort van kotje aan een hendeltje te draaien, meer of minder wattage, vlugger of trager met een tram rijden. Dat is een Watman met twee T's. Ik passeer de draakplaats en Omer Rombouts, de chef de redoute, die komt met zijn arm omhoog en met een kop gelijk dat hem op een preekstoel staat uit zijn bureau gelopen. Omer Rombouts liep altijd alsof dat er een ei in zijn broek zat. Ik zal direct met de deur in huis vallen, de oorlog is begonnen! Daar roept hem met zijn belachelijke piepstem. Iedereen graaft zijn eigen put. Dat zegt die vrouw die met tranen op haar kaken naast mij staat. Dat verhaal wordt zoals een puzzel ineengelegd. Je krijgt stukken van het verleden, je krijgt stukken van het heden. Je kijkt naar de Watman die in zijn hoofd de dingen terug ziet gebeuren. Dus, en al die puzzel, heel die puzzel wordt helemaal op het einde verklaard. En dan krijg je het volledige verhaal te horen. Ik ben een Watman die met de mensen spreekt. Mag niet, ik weet het, maar het is geen doodzonde. Weet u dat je van een doodzonde een dagelijkse zonde kunt maken? Door ze alle dagen te doen. Dat zei mijn vader. En hij sloeg in één slag zijn borrel achterover. Dit verhaal heeft een stuwende dramatiek en wordt extra versterkt door de muzikale drive van Bo Spank en een schare topmuzikanten. Je zou het kunnen bekijken als een dialoog tussen een acteur en muziek. Op bepaalde momenten doet het me heel erg aan film denken en krijg ik een fantastische ondersteuning bij een tekst. Soms pakt de muziek het even over, dan pak ik met de tekst weer over. Het is eigenlijk heel schoon samengesmolten. Het is een heel verhaal dat zich ontwikkelt met elkaar. Dat is heel mooi, vind ik persoonlijk. Hoe dat met mij is? Wat denkt u? Wakker liggen. Altijd jezelf de film terugzien. Honderdduizenden ozelvragen die honderdduizend keren door mijn kop schieten. Wat al heel aangenaam is, ik heb het nu al een keer of vijf gespeeld, is dat het publiek ontzettend aandachtig is. Ze willen natuurlijk dat verhaal ook leren kennen. En daarom is dat ook zo goed geschreven. Omdat je niet van in het begin alles weet. Je gaat mee in de trip die de Watman meemaakt in zijn eigen hoofd. Je gaat mee en je ontdekt wat er nu eigenlijk aan de hand is naar het einde toe. En dat is gewoon spannend ook. Het is gewoon een spannende voorstelling.